leukste gaan doen. Zodat Lucas... Jingle. Oh. Er lekker uit. Als je weggooien. Oh, nog meer aapjes. Over het parcours. Luxie gaat pop. Voor de regen. De wilde dieren, hè? Nog een beetje gevaarlijk. En niet bang zijn voor de wilde dieren. En slangen. Veel plezier in jullie hut. Goed zoeken. Zien jullie er weer een? Kijk uit voor de krokodillen, hè? Gaan we weer aan de stok. Goed zo. Naar het volgende spoor. Krokodillen. Ah! Dierenjacht. Kijk, goed. Hoppie. En wat er een volgende aan. Ga ik lekker soepje eten. Hoort. Kunnen we... Wat zeg je daar? Goed, gorilla. Ja? Oké. Okay. Het is vandaag, wat is het, donderdagochtend? Donderdagochtend. Lange dag. Coronatime. Coronatime, ja. Mijn haar wordt wel heel mooi lang. En mijn sikje ook. Jullie zeggen al, wat doe je eraan? Ja, ik kan niet naar de kapper. Ik zit in gevaar, laat ik het nu maar lekker lang groeien. Ja? Straks wel lekker een padenstaart of zo. Vind ze wel lekker wild, zeggen ze met zo'n sikje erbij. Ja. Oh. En daar is ons Pipje. Pipje, ben je aan het slijmen bij vrouwtje? Och, kijk, er is hier niemand aan het slijmen bij baasje. Dat wordt weer een gezellig dagje. Het wordt lekker weer vandaag trouwens, hè? Het wordt vandaag 20 graden. Ja, 20 tot 22 graden. Kunnen het zwembad wel opzetten? Ja, zeg dat maar niet hard. Hè? Want, nee, zeg maar die kinderen en dan staat hier met alle groen water. Hè? Ondertussen hebben we ons ontbijtje op en zitten de meisjes weer lekker hier samen een spelletje te spelen. Een Boomba-spelletje. Raad het geluid is dit. Dus dan moeten ze de kaartjes pakken van het geluidje wat ze horen. Wat is dat? Dat is de koe, hè? En dat is een schaap. En Luan die zit weer even aan zijn huiswerk hier aan de tafel. Hij is op het moment bezig met zijn rekensommetjes. En als je daarmee klaar bent, jongen, dan ben je weer vrij, hè? Dan heb je alles gedaan. Luan die is klaar met zijn thuisschoolwerk. Lucilla heeft lekker met Luxie gespeeld. En het is tijd om iets leuks te gaan doen. En mama heeft iets heel erg leuks bedacht vandaag, namelijk een jungle speurtocht. Ja! Maar niet hier in huis, maar hiervoor in ons parkje. Ja. En hoe het ongeveer gaat is, mama die heeft een speurtocht uitgezet, ga ik zo meteen doen. Okay. Met deze rode lintjes. En het is de bedoeling dat jullie de rode lintjes gaan volgen en dan ook meteen weer meenemen. En iedere keer bij zo'n, als je de rode lintjes volgt, vind je een gele opdracht. De gele opdracht moeten jullie uitvoeren en die heeft een klein beetje te maken met de jungle. Als jullie die opdracht goed hebben uitgevoerd, dan verdienen jullie een aanwijzing. Op zo'n aanwijzing staat een letter. En deze letter vormt samen aan het einde van de speurtocht een woord met een dier uit de jungle. Dus, wat gaat mama nu doen? Mama gaat nu even deze speurtocht uitzetten, buiten. Oké, okay, dan pas ik wel even op de meisjes. Ja, die past even op de meisjes. Papa is boven aan het werk. En dan als ik klaar ben, dan roep ik jullie en dan kan de speurtocht beginnen. Goed? Yes! Oké, okay, tot zo. Ja, tot zo. Zo, ik ben samen met Luxie even wat speurtochtlintjes aan het ophangen. Zodat Luan en Lucilla zo meteen de speurtocht kunnen gaan doen, hè? Ja! Ja, ga jij staan. Kijk. Ik heb hier al een lintje gehangen. Hier heb ik nog meer lintjes. Dus ik ga hier in het park ook eventjes wat lintjes voor ze verspreiden. Dus ik ben benieuwd of ze de speurtocht kunnen ontdekken. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb samen met Luxie de speurtocht uitgezet voor Luan en Lucilla. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja. Ja, heb je de schoenen aan, jas aan? Ja. Nou, dat is ja? Ja, ik ben benieuwd of mensen het ook laten staan. Dat zal wel. Kom maar, Lux, ga je mee? Ja, Luxie, die weet het al een beetje. Ik hoop dat ze niet gaat verklappen. Vanaf hier gaat hij beginnen. Vanaf hier kan je al eentje zien. Jullie moeten dus de rode lintjes gaan volgen. Okay. Klaar voor de start? Af! Kijk, het eerste hebben ze gevonden. Hier begint hij. Ja, hier begint hij. Goed kijken, hè? Ja, heel goed, Lucilla. Neem die maar mee. Hoi. Ja, Leon heeft er ook al één. Hallo, liefies. Zijn jullie ook lekker aan het wandelen? Ja. Ja, het is gek, maar het is nu op zich wel weer lekker. Maar vanochtend was het... Als je maar in de zon staat, hoor. Dat is het lekker. Ja, nog één gevonden. Goed zo, hier moeten we heen. Oh, je hebt hem ook. Ja, je prikbrandnetels beneden. Ja. Ja. Nog één. Zie je er nog één? Nou, ren er naartoe. Oh, Luxie zit hier. Niks. Wat hebben jullie gevonden? Een aanwijzing. Een aanwijzing. Ik heb nog een aanwijzing. Oeh, oké. Okay. En een tas. Even kijken, we hebben hier een briefje. En Luan die kan lezen. Ja.
Dus Lu, jij mag hem gaan voorlezen. Een lastig woord, er staat jungle. Jungle. Soep. Oep. Goed zo. Dit moet erin. Dit moet erin. Ja, dat moet erin. Moet je goed kijken wat de ingrediënten zijn. Dus jullie gaan een jungle soep maken. En dit moet erin. 6 paardenbloemen, 10 madeliefjes, 5 groene blaadjes, 4 handjes gras, 3 takjes en stukjes. En dan goed roeren. Kijk eens wat er in de tas zit. Water. Water heb je nodig. Soep. Maar ze maakt dat wel lekker toch. En we hebben een pannetje. Een pan? Ja, goed zo. Nou jongens, jullie moeten eerst 10. Ja, jullie moeten eerst 10 paardenbloemen vinden. 10 paardenbloemen. Luan heeft al een aardig postje paardenbloemen, jongen. Hey, Luxie. Luxie heeft al de roerstaven voor de soep te maken. Ja, we hebben er 10. Ja, doe maar in de pan. 5 blaadjes in de soep. En Luxie is alvast begonnen met roeren. Goed zo, Luxie. Ga jij roeren, Lux? Ja. En even kijken, we moeten nog meer bij. 4 handjes grasprietjes. 4 handjes grasprietjes. Goed zo, Luxie. Even roeren. Goed zo, dat wordt een lekker soepie. Oh, schatje. Dat wordt een lekkere soep. 3 takjes in stukjes. Dat moet er ook nog in. 3 takjes in stukjes. Goed zo, Luxie. Ja, dat wordt een lekker soepie. En een beetje water. Ja, stop maar. Doe dan nog een beetje water erbij. Ja, stop maar. Ja, oep. En dan goed roeren. Dat alles door elkaar komt in de pan. Kijk, dat ziet er lekker uit. Lekker? Vind je het lekker? Ik vind het heel smaakvol uitzien. Nou, eet maar dan. Ja. Maar welk dier zou dit nou lekker vinden? Een koe. Een koe, ja dat klopt. Maar die woont niet in de jungle. Een koe woont niet in de jungle, Sil. Maar die vindt het wel lekker. Kijk, die staat daar ook in de wei. Daar, te grazen. Hey, maar jongens, volgens mij is deze opdracht geslaagd. En verdienen jullie de eerste aanwijzing. Moet ik hem weggooien? Nee, laat maar staan. Oké. Okay. Wat is de eerste aanwijzing? Een soep. Een letter. Een letter O. Een O. Een letter O of een O. Nou, Lu, bewaar jij ze in zijn zak, want dan kan je straks een woord mee maken. Nou, dan gaan we verder. Ik kan nog even goed roeren. Jawel, dan mag nog wel even roeren. Veel te leuk. Veel te leuk zo'n soepje. Het spoor gaat verder daar. Daar. Ga maar zoeken. Ga maar zoeken, Lux. En ze gaan verder. Volgens mij hebben ze wat gevonden. Wat zien ze, Luxie? Oh, nog één. Ja, goed zo. Luan heeft er nog één gevonden. Oké. Okay. Goed kijken. Gaan we kijken, Luxie. Daar. Oeh. Hebben we weer een opdracht te pakken? Ja. Zal mama hem even voorlezen? Met 2 aanwijzingen, jongens. Slingeraapjes, klim als een echt aapje over het parcours. Heen en weer. Je hebt 3 levens per persoon. Maar niet over het water. Succes! Ik wil over het water. Mag je zelf weten, schat. Zijn jullie er klaar voor? Klaar voor de start? Af. En daar gaan ze. Als echte klimaapjes. Over het parcours. Goed zo, Sil. Ja, oh. Je hebt 1 leven verbruikt. Oké, goed zo, Luan. Ja, balanceren over de balk. Ja, dat is lastig, hè? Ja, goed zo, Lu. Ja, kruip ze maar weer op. Ja, en we gaan verder. Zo, Sil. Luan is al bijna bij de overkant. Hou maar goed vast. Oh. En daar gaat Luan over de sloot. Luxie gaat pop halen. Ga je pop halen? Wee! Goed zo, Sil. Hartstikke goed gedaan. Nou, Lucilla is nog net iets te kort voor over het water, maar Luan kan het wel. Ah, goed zo, Sil. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Doorlopen, doorlopen, doorlopen.
Oeh, ja! Ja, en Luan is er! Ja! Oeh! Laatste? Goed zo, nou jullie hebben 2 aanwijzingen verdiend, jongens. Welke letters hebben jullie? De L van Lucilla. En de R. En de R. Dus je hebt een O, een R en een L. Zien jullie weer een lintje? En we hebben het volgende lintje. Nou Lucilla, goed kijken. Welke kant moeten we op? Die moeten we hier in ieder geval rechtdoor, denk ik. Ja, mama die bewaart de lintjes, hè? Ik zie een lint! Goed zo, het volgende lintje. Oké, en nu? Goed kijken. Goed kijken, Sil. Wat zien jullie? Wat zien jullie daar? Wat is dat? Oké. Maar waar is dan het lintje? Bij het lintje hangt de opdracht. Kijk, hier hebben we het lintje. Nee, dat zijn geen brandnetels. Nee. De derde opdracht voor jullie. Pauw. Eens. Jungle. Hut. Oh, hut. Gebruik. En gebruiken takken. En. Doeken. De mama's handschrift is niet zo mooi als die van juffrouw Else. Gebruik handdoeken en takken en bouw een hut, zodat je 's nachts kan schuilen voor de regen. Kijk, hier in deze tas zitten allemaal dekens en doeken. En als het regent in de jungle, dan moet je wel ergens kunnen schuilen. Hier? Kunnen we hier een hut maken? Nou, Luan die heeft hier al een heel mooi dakje. Daaronder kunnen we al schuilen als het regent in de jungle. Lucilla die bouwt er nog even wat takjes bij. Heel goed. Hier zijn de dekens. Ja. Hey, maar je moet wel goed oppassen op de wilde dieren, hè? Hier zijn geen wilde dieren. En de jungle zijn wel echte wilde dieren. Ja. Dus ja, dan moet je... Hier niet. Nee, zijn jullie hier niet bang dan? Nee. Nee? Oh, gelukkig. Oh, kijk. En wat? Daar. Waar? Hier, nee. Oh. Hier kunnen we ook nog een hutje. Oh, hier kan je ook. Dan kan je die nog daar overheen. Dat kan ook nog. Ja? Ja? Oké, dan probeer maar. Moet ik even helpen? Nee, dit is geen brandnetel, liefie. Ook geen berenklauwen. Dit zijn gewoon bomen. Nee, dat scherpe randjes. Oh, wat goed dat je dat ziet. Ja, er zit inderdaad een scherp randje aan. Daar moet je dan wel even oppassen. Zie je dat? Altijd toch een beetje gevaarlijk in de jungle. Ik vind dat die aardig is gelukt. Kijk eens wat we hebben gebouwd. Als het gaat regenen, dan zitten jullie in ieder geval een soort van droog, hè? Ja. Wat gaan jullie doen? Nee, dit is dan een bedrand. Een bedrand. Oh ja. Hier kan je wel lekker slapen. Hey, wat nou als je zo echt kan slapen in de jungle? Oh, dat wou ik. Zou je dan niet bang zijn voor de wilde dieren? Nee, maar het lijkt wel heel koud zijn. Koud, ja, maar... In de jungle is het altijd heel warm natuurlijk. Oh, hè? Ja. Het is een tropisch. De jungle maar is heel tropisch. In de nacht? In de nacht weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het dan ook wel warm is hoor. Nee joh. Ja. Jullie zitten nu wel zo lekker in deze hut. Maar we moeten straks wel even uitkijken voor teken. Hè? Want er kunnen teken boven in de boom zitten. Die dan zo op jullie komen. En dat willen we natuurlijk niet hebben. En dan krijgen we een fijne plek. Ja, dat is niet zo handig. Dus straks als we thuis zijn gaan we een teken kijken. Op je lichaam gaan. Ja. Op je been, op je... wang of neus, op je hand. Maar ik denk dat er in de jungle, dat er teken niks bij zijn. Ik denk dat daar vogelspinnen zijn en slangen en krokodillen. Ik ben er helemaal niet bang voor. Nee, Lucilla zit me aan te kijken. Maar, En toch liever niet in de jungle slapen, hè, Sil? Of wel? Oh, maar er kunnen ook vleeseters. Vleeseters? Wie eet de vlees dan in de jungle? Nou? Leeuwen, tijgers en luipaarden. Luipaarden, ja, die wonen ook in de jungle, hè? Nou, zullen we verder gaan? Wil je nog even hier een uurtje slapen? Nog even lekker slapen? Nou, dan maak ik je wel wakker, goed? Ja. Slaap lekker. Slaap lekker, doeg. Doei. Doei. Tot straks. Veel plezier in jullie hut. En word je
hier kan zien. Wat zie je, Luan? Rupsen. Ja, rupsen die eten andere blaadjes. Is dat zo? Ja. Kijk, dan zie je allemaal van die gaatjes. Oh, komt dat door rupsen? Ja. Oh, hoe weten jullie dat? Ja, Freke. Freke? Oh ja, sterren, die is ook in de wereld. Ja, oké. Okay. Daar hebben jullie het van geleerd. Nou, dan weten jullie meer dan de jungle dan mama. Sterren en Freek, ja. Sterren en Freek. Nou, goed zoeken. Zie je wat? Oh, ze zien weer wat. Heb je er weer een gevonden? Goed zo. Geef maar aan mama. Doe mama de lintjes bewaren. Ik ga je vastmaken. Oh. Nou, volgende lintje. Goed zoeken, hè? Zien jullie er weer een? Ja. Door de jungle, over de sloot? Ja, er zit een hekje bij. Ja, kijk uit voor de krokodillen, hè? Ja. Kijk uit voor de krokodillen, Sil. Ja. Het zou wel kunnen. Kijk, dat lijkt net op een krokodil daar. Hé. Hey. Mama. Ja. Oh, wat doe je? Ga je vissen? Ja. Luan, een krokodil achter je. Kijk, daar. Ja. Het lijkt op een krokodil. Dat is een boomstam. Goed kijken, hè? Ja. Ja, weer gevonden? Ik zag ja. En de volgende opdrachten hangen weer aan de stok. We zijn bij opdracht 4 en we hebben hier de opdracht. En jullie hebben 2 aanwijzingen. Ja. Pak er maar eentje. Ik moet deze. We hebben hier de opdracht. En er staat, zoek eten in de boom. Klim in de boom en zoek je eigen eten. Eet smakelijk. Kijk eens even in de boom. Wat zien jullie in de boom? Een banaan. Zoek de banaan uit de boom, jongens. Klimmen. Klimmen, Luan. Klimmen. Oeh. Ja, ga maar klimmen. Kan je erbij? Ja, ik weet niet hoe die banaan in de boom komt. Goed zo. Daar ligt er niet nog meer bananen? Volgens mij zie ik daar ook nog een banaan. Kijk eens, daar ligt nog een banaan. Hoe gaan we daarbij komen? Goed zo, klimaapje. Dus Sela die kan klimmen. Kijk, goed zo. Wow, Sil. Sela, je kan echt goed klimmen. Sil, kijk dan. Ze kan echt klimmen. Goed zo, ik heb je. Ik heb je. Wat goed, hé. Super goed gedaan. Toppie. En de L. Wat staat erop? Een L. En een? E. En een? I. Een E. Een L en een E. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar het volgende spoor. Hebben jullie al krokodillen gezien? Ja. Maar ja, wie eet nou een banaan? Krokodillen? Ja. Een aap? Ja, maar jullie hebben veel meer letters dan een aap, dus dat kan niet. En wat zou het dan zijn? Ik ben wel een aap. En ja. Ik ben zo... Okay. Heb je een idee? Oké, okay, is dit een bekende? Een bekende? Een bekende... Een bekend dier uit de jungle. Ik weet niet wat jij een bekend dier uit de jungle vindt. Tijger. Tijger. Eet een tijger een banaan? Ja. We gaan snel verder naar de volgende, jongens. Kom. We gaan snel verder. Zoek weer het lintje, jongens. Zoek weer het lintje. Ja, ze hebben weer een lintje gevonden. Goed gedaan, hoor. Heel goed. Nou, dan gaan we weer verder. Volgens mij moeten we dan die kant op. Oh, je loopt er langs. Goed zo! Die zag je niet, hè? Heb je weer wat gevonden? Goed zo! Hier moeten we zijn. Hier ligt nog weer een aanwijzing. Nee, dat is geen lintje. Volgens mij zijn jullie niet echt in de buurt. Volgens mij is mama wat warmer. Aap? Wat doe jij hier, aap? Is dat jouw aap? Ja, dat is van mij. Zou dat een aanwijzing zijn? Heb jij die gebruikt voor lintje? Hé, maar waar zijn de briefjes dan? Want dit is de laatste opdracht. Ah! Kijk. De laatste. En de laatste aanwijzing, nummer 5. Mag me die even voorlezen? Dierenjacht. Kijk goed om je heen. Wat voor dieren zie je allemaal? Een aap. Een aap. En wat voor dieren zie je nog meer? Een krokodil. Ja, dat is Woesel de krokodil. Die heeft hij laten liggen. Wat zie je nog meer, Lu? Een ezel. Hoort een ezel in de jungle? Wie hoort wel in de jungle dan? Aap. Oké, dan heb ik hier een volgende aanwijzing voor jou. Wat zou dat zijn? Mag ik kijken? Dit is de? Dit is de A. De? De A. Aap. Van aap, ja. Hey, maar zullen wij even naar huis gaan en dan gaan kijken wat voor letters we allemaal bij elkaar hebben gesprokkeld? Zullen we dat doen? Ja? Nou, neem je aap maar mee. Ja.
Dan heb je die ook weer terug, hè? Ja. Dan gaan we nu weer terug naar huis. Lucilla zit in de zandbak. Ja, ik had hem even geleend van jou. Nou, Lucilla heeft ondertussen even een zandkasteel gebouwd. Ik ben benieuwd, schatje, of die gaat lukken. Kloppen. Ja, kloppen. Wauw, bijna gelukt. Hey, ga je mee naar huis? Dan gaan we kijken welk woord we hebben gevonden. Goed? Wij zijn weer gezellig thuis aangekomen. Luxie die was terug naar huis gelopen. Die was hier lekker met papa aan het spelen, liefie. Hé, daar hebben we vader weer. Nou, ik heb de laptop dicht. Morgen weer verder met bellen. Ja. Ik heb de was klaar. Ik vind het zonnetje. Goed zo. Goed bezig. Goed bezig. Nou, de meisjes zijn nog lekker aan de buitenkeuken aan het keuvelen. Met de lekkere soep die we hebben gemaakt. Kijk, ze gaan de soep nog verder maken. Oeh, die ziet er wel lekker uit, hè, Luxie? Ja. Ga jij straks lekker soepje eten? Ja? Wat ga je erin doen? Oh, Santo, dan wordt het een hele erge moddersoep, liefie. Hier hebben we alle letters bij elkaar gelegd. De E, twee L'tjes, een O, een A, een R en een G. Welk woord kunnen we hiervan maken, Lua? Ik denk... Nee. Dat kan niet. Ik zal één tip geven. De twee L'tjes horen bij elkaar. Die moeten naast elkaar. Hier heb je nog een gr en een g en een gr. Wat is dit? Welk dier wordt dit? Gorilla. Wat zeg je daar? Gorilla. Gorilla. Ja, en hoe schrijf je dat nu? Ga maar proberen. Eerste. Ja. Dan de gr. E. Kijk eens. En dan de A. Gorilla. Goed zo, jongen. Top gedaan. High five. Hartstikke goed. Nou, de speurtocht is geslaagd. Gorilla. Kijk, hier heb ik onze eigen grote gorilla. Mama. De haren ook. Mama, ja, eet de gorilla die soep? Gorilla's eten groen soep. Ja, gorilla's eten misschien ook wel iets met vlees. Dat was misschien dat niet helemaal, maar ze eten wel ook groen, toch? Ze eten ook blaadjes. Blaadjes. Ze eten blaadjes. Ja, gorilla, ja. Dat is papa, ja. Papa, gorilla. Ik kon heel mooi zelf in een boom klimmen. Ze heeft banaan uit een boom geklommen, papa. Ja. En ze ging nog hoger dan dat ik had gedacht. Dat was echt heel goed. Banaan hebben ze uit de bomen gehaald. Ze hebben geklommen als apen. Ja. Mag ik please daar nog even klimmen? Wil je eens nog even klimmen? We gaan eerst even lekker lunchen, goed? Willen jullie nog maar even in de tuin en gaat mama even eten maken, goed? Kijk eens, wil je een lekker boterhammetje? Alsjeblieft. 1, 2. Goed zo. Kom je ook even lekker eten? Nee. Nee, heb je geen honger in het buikie? Trek in buik. Ja. Heel lekker, hè? En een lekker broodje voor Lucilla. Heet smakelijk. Ik zie het hier in het voortuintje. Met niemand minder dan. Woezel en Pip. Ja, Woezel en Pip. Woezel en Pip. En ik probeer elke keer het boekje te lezen. De vijf talen van de liefde van kinderen. En ik heb één taal begrepen. Weet je wat de taal is van Lucilla papa? Wil je met me spelen? Aandacht. Aandacht. Kijk, daar zit ze. Nou, laat maar eens kijken hoe hoog je kan. Is, hè? Zo. Slaap Luxie nog, mijn liefst. Luxie, lekker in bed. Nou, Farah is weer begonnen met... Die zit op zijn kamer te chillen. Ja, zijn huiswerk heeft hij af. Hè? En hij heeft school weer gedaan. Ja, en kijk. Ja. Dat bot heb ik gisteren weggegeven met Woezel. Voor de grote buurhond. Maar heeft hij toch weer opgehaald. En dacht hij heel veel aan. Ja? Keek hij eerst niet om, maar toen dacht hij: diegene die weg aan een buurhond. Die kan de koekje nog leuk, heeft hij weer opgehaald. Want de buurhond die vond het dan niet zo lekker. Even een petje opgedaan, want het is een beetje een veel zonnetje.
Ja. We zijn lekker buiten. Een picknickbankje aan het bouwen. Kijk, Leonie is al op de helft. Samen met papa. Ja, dit is een picknickbankje. Dan kunnen jullie met z'n drieën op picknicken. Nou, Luxie zit lekker in de schommel. Ondertussen is de picknicktafel al bijna opgebouwd. Wauw. Supermooi. Luxie lekker schommelen. Nou, we doen maar weer de volgende, hè. Dan moet jij kijken hier bij de gaatjes. Zit hij wel recht? Kijk, moet ik iets bijtrekken? Vingers bij helpen? Zitten ze er nou in? Ja. En maar ik kan ook lekker. Omhoog. Dan sta ik lekker. Ik smeer toch even jouw beentjes in, liefie. Ja, het is toch nog wel een zonnetje. Even de beentjes in smeren. Zie je dat? En dit dan? Ja, 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 maar je hebt een legging aan. Ik zie had geen legging aan vandaag. Mama, zit zo in de schommel. Ja, jouw arm ook. Ik ook even mezelf. Ja? Zo. Uitsmeren, doe je kuiten maar zo. Luan en papa hebben alvast alle schroeven erin gedaan, want de accuboormachine was even leeg. Kijk nu, dan kunnen we zo meteen bij het gaatje houden en allemaal in één keer inschroeven. En dan kunnen we vanavond warm eten aan de picknicktafel. Is dat leuk, gezellig met Luxie? Zo, kijk eens, het bankje is al bijna klaar. Oeh, het klonk niet helemaal goed, papa. De spanning. Oh. Okay. Wat is dat? Oh, hij is bijna klaar, het bankje. En dat zijn de kussentjes. Die legt er ook maar mooi op. Hij staat wel leuk, jongens, zo in de tuin. Nou, meisjes, hoe zit hij? Oh, Lucilla. Lucilla ook een baby. Mama. Ja, Luxie is eigenlijk ook geen baby, hè. Dat is een heel erg gezellig picknickbankje, kinderen. Ja. Hij staat hier goed. Waarom staat hier geen kleedje? Ja, je kunt er een kleedje op leggen, hoor. Hoezo maar even een tafelkleedje? Ik heb wel een picknickkleedje. Zal ik er een picknickkleedje op leggen? Ja. Ja? Oké. Okay. Goed zo. Kijk eens, tekenspulletjes. Kunnen jullie gezellig gaan tekenen. Kom hier tekenen, Luxie. Als je deze nou... Kom maar, Luxie, ook een tekening maken. Ik ga een diertje maken. Dat is goed. Kijk, Luxie is ook een heel mooi kunstwerk aan het maken. Mooi, Luxie. Oh, moet Pop hier zitten? Kijk eens, Lucilla heeft een hond gemaakt van de 25. Heel erg mooi gedaan, schatje. Kijk eens, daar hebben we Pop. Pop moet erbij zitten, hè. Oh. Ja, dat lukt niet. Maar schatje, zullen we Pop op een stoel zetten? Kijk eens. Kom, zetten we Pop op de stoel bij jou erbij. Op de stoel blijft Pop wel zitten. Mama gaat even verder met koken. Vanavond ben ik van plan een lekkere soep te maken. Groentesoep met lekkere spaghettetjes erin. Kijk eens. Kijk, mam, de 25 voor dan later. Mooi. Kijk eens, even een lekker paprikaatje erbij. Zo, dat ruikt er weer heerlijk in de keuken. Dat ruikt lekker. Kijk, dat is mijn liefste lekkere spaghetti soep. Zo, wij gaan zo lekker eten. Soepje is bijna klaar. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik je onder het belletje. En dan zie je er morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Volg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee.